Wij waren niet langer welkom op de scholen in de Paasberg en moesten naar de Joodse school in het centrum van Arnhem. De in mijn optiek steile helling over de Vondellaan naar de Velperweg staan in mijn geheugen als een eindeloze gang naar een onbegrepen wereld. Nog een jaar later met de familie Heertje onderduiken. Ouders en kinderen worden gescheiden. Op 17 november 1942 moesten we ogenblikkelijk ons huis op de Paasberg ontvluchten. Mijn grote broer Nolly, Arnold, mijn kleine zusje Leni en ikzelf werden ondergebracht bij de familie Kruid, een stukje verderop in de Peesje Hoofdstraat. De familie Kruid was actief in het verzet. Wat er de dagen daarna gebeurde, weet ik niet precies. Wel herinner ik mij dat mijn vader ons zei, vergeet je naam. En zo verandert het Joodse jongetje Is in de doorsnee Nederlandse Dries. In mijn handen een vergeeld papiertje. In nauwelijks leesbare hanenpoten met veel schrijffouten geschreven door een jongetje van 7 jaar. Lieve vader en moeder, Kees vond het jammer dat ik wegging. Maar ik heb geschreven dat ik zaterdag weer kom. Kees en ik schrijven elkaar steeds briefjes. Schrijf ik niet duidelijk? Nu, ik schrijf nu naar Kees. Nu, dag tot ziens. Onder aan het briefje zie ik een dwarsgetekend poppetje met de naam Is. Ik onderteken dus dat briefje nog met de naam Is. Dat is dus hoogstwaarschijnlijk een briefje voor de periode Horstman, voor Sinterklaas 1942. Daarna schrijft Ries nog veel meer briefjes. En ze worden allemaal naar Rotterdam gesmokkeld, waar zijn ouders zijn ondergedoken. En hoewel gevaarlijk materiaal, worden ze door moeder Heertje gekoesterd en zorgvuldig bewaard. Het is 7 december 1942. Lieve papi en mami. Ik ben nu bij tante Beb en oom Albert. En er is hier een zusje, die heet Lieneke. Ze is nog kleiner dan Leni. Van Sint-Nicolaas kreeg ik een legkaart en een circusspel en plakplaatjes en een boekje en een kleurenboek. Veel kusjes van Dries. Zo begon in 1942, in de diepste duisternis van de historie, Dries Horstman zijn leven als onderduiker. Als het neefje van Albert Horstman en Bert Boom aan de Pinkenbergseweg in Velperweg.